In eerste instantie denk je gewoon van, god, wat is dit mooi. En dan heeft het te maken met de, misschien die horizontale lijnen, de stoerheid ervan. De kracht die van die Tibetaanse architectuur uitgaat. En de rust en de relatie met het landschap. Dat je echt het gevoel hebt dat die bebouwing in dat landschap past. Remco 非常迷恋西藏，他正在创作一本有关西藏建筑的书，尤其是当今的建筑。Er wordt inderdaad heel veel gebouwd en het meeste is van beton. En dan wordt het geschilderd in de kleuren van de traditionele Tibetaanse bebouwing. Maar je ziet gelukkig ook, vind ik gelukkig nog heel veel projecten die werkelijk op de Tibetaanse traditionele manier gebouwd worden. Zoals hierachter, misschien is dat te zien op die dia, dus in Hartje Lhasa wordt een huis gebouwd, precies zoals in rond 1900 gedaan zou zijn. En je ziet in Oost-Tibet dat mensen met stampleem gebouwen optrekken. Precies op de manier zoals dat vroeger gedaan is. En omdat die traditionele Tibetaanse architectuur heel ecologisch verantwoord is, omdat je materialen uit de directe omgeving gebruikt, en omdat het recentelijk ook is aangetoond dat het aardbevingsbestendig is, dat is tijdens die aardbeving in Yushu eigenlijk geconcludeerd, zijn dat denk ik allemaal redenen om daarmee verder te gaan. Er zijn Tibetanen die daar ook heel enthousiast voor zijn. Anders werden die projecten ook niet gerealiseerd natuurlijk. Er gaan ook stemmen op van mensen die denken dat dat, ja, zeg maar achterlijk is. Die gewoon in moderne flats willen wonen. Die dat associëren met vooruitgang. Dat heb je zeker ook. Veel traditionele Xinjiang-gebouwen zijn de afgelopen 10 jaar verdwenen. Veel nieuwe gebouwen zijn混凝土结构. Ondanks dat, Imke Repko nog denkt, 恰恰是现在西藏建筑能获得一个很大的发展。Ook binnen China komt steeds meer aandacht voor milieukwesties, dus ook voor duurzaam bouwen, materiaalgebruik uit de directe omgeving en ook voor culturele diversiteit. De Tibetaanse cultuur toch wel ruimte krijgt om ook een bijdrage te leveren aan die multiculturaliteit van China. Dus ik denk dat daar zeker. Ja, ik zie dat wel de goede kant op gaan.